En nu is het tijd voor een liedje. Zij die dachten dat er geen liedjes bij waren vanavond, hebben het verkeerd, hoor. Ik heb een heleboel liedjes. Allemaal geïnspireerd op de Spaanse coplas. Ik ben in Spanje geweest. Naar de stieren gevaart. Met de vriendenkring van de dierenbescherming. Eerste liedje. Ach, moeder, wees niet ongerust. Als zo'n liefje heel koeltjes kust. En steeds maar weer het huis uitgaat. Zolang hij met de deuren slaat, kan het geen kwaad. Tweede liedje. God schiep de man van tevoren en de vrouw kwam eerst op het laatst. Men bouwt immers ook eerst de toren, eer men het windhaantje plaatst. En nu een chanson à la façon de Willem Vermander uit de hoenoedentiet. Dat me de zondag met zijn auto niet moest rien. Het zouden een keer twee schone meschen, de zondag had de macadam. De gastronomisch genoegens te blushen. Aan nutlaat van de paardentram. En nu een studentenliedje. Oh, altijd succes met studentenliedjes. Als al mijn boeken meisjes waren, dan was ik uit mijn lijden. Dan zou ik heel der nachten echt mij aan de studie wijden. Er zijn al mensen die mij gevraagd hebben waarom dat mijn liedjes zo kort zijn. Dat komt, ik ben verliefd op het laatste strofje. Ja, als je van mij ooit een lang speelplaat koopt, heb je driemaal zoveel voor je geld. En ik heb dan toch ten gerieve van dit programma, dames en heren, een proeve gemaakt voor een volwaardig chanson met strofjes en een refrein. Het gaat over de liefde. Het is natuurlijk een beetje een vreemd onderwerp voor een liedje. Al kon ik om jou tweemaal boffen, dan bofte ik tweemaal voor elk. En was jij mijn zwarte koffie, dan was ik zo haarne je melk. La la, la 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 la. En stel dat wij samen eens zouden liggen in de sneeuw in het veld. Was jij het die rilt van de koude, was ik degene die smelt. La, 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 la. Het wordt een meezinger, ik hoor het al. En als jij alleen maar een doekje, een dweil of een zeemlapje was, dat steeds maar naar vocht loopt te zoeken, dan was ik zo haarne je plas. La, 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 la. En als je gezichtje een kerk was en je lichaam van het altaar het schrijn. En stel dat je bedje een zerk was, dan wou ik er levend begraven in zijn. La la, la 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 la. En dan heb ik natuurlijk ook nog een liedje met inhoud. Met een boodschap over de bezoedeling. Heb je ook nog niet zoveel over gehoord. Ik heb een close-up genomen van de bezoedeling. De lippenstift. Volgens bepaalde coöperatieven van vrouwenverenigingen schijnt dat de lippenstift toxicologisch niet meer te vertrouwen is. En de toxicologie is de leer van het vergif. En zo zeggen wij tot alle vrouwen die zich niet willen vergiftigen, hoed u voor lippenstift. En tot alle mannen die zich niet willen laten vergiftigen, zeggen wij hoed u voor lippen. Of zing met mij dit geëngageerde lied. Marie, Marie. Kus me niet, Marie. Waar je mond, Marie, ziet rood, Marie, van de toxicologie. Marie!